Op de vraag, kunt u een dicté schrijven in een wilde kermisattractie? Antwoordde 17%. Schrijven? Waarom dacht je dat ik voetballer geworden ben? 62% vroeg ons wat in godsnaam een dicté was. 20% was bang dat het spelletje zou uitlopen op een balpenmoord. En slechts 1% antwoordde... Nee, dankjewel, want ik kort alles eruit. Niets van mij. Wie van u is het beste in dicté? Weet je? Ga schrijven. Daar bent u het beste in. Denk u dat het mogelijk is om een dicté op te schrijven die uw man opleest in een kermisattractie? Een voorbijganger moet het dicté kunnen lezen. Kan hij het niet lezen omdat het te onduidelijk is? Helaas, kan hij het lezen? Verdienen jullie Duitse schulden? Ja, kan je het al niet proberen of niet dan? Ja. Die mevrouw daar, met die rode haren en die zonnebril. Kom maar weg. Nou willen we van jou weten wat zij heeft geschreven. Als het goed gelezen is en goed geschreven is, verdienen ze Duitse schulden. Eén kans hebben ze? Ze hebben één kans. Op één jolige kermis in Den Bosch gooiden Jut en Jel alle remmen lood. Razend, draaiende, buitelen en... botsen in hun dingetje, voelen ze het kot klootsen. Maar helemaal gingen ze over de rooien, toen ze in de octopus zaten te klooien. Het staat zeker wel vier fouten. Jel was al fout in Jill. Razende, draaiende, draaien en draaien. Kloosten, bultjes, dat waren de buisjes, dus alles bij elkaar. Jelle, jullie weten wel. Maakt niet uit. Hartstikke bedankt. Maakt niet uit. Bedankt, hè? Ja. Ze hebben dat boot niet staan. Maar wel twee. Maar wel 10 kaartjes nog. Je kan nog altijd een keer in het rijmolen. Ja. Dankjewel voor het meedoen.